Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe video. Superleuk dat je weer kijkt. Vandaag is het takkenweer. Dat mag gezegd worden. Het regent. Het regent al de hele week. Ja. Wij gaan vandaag op kraamvisite. Het is wel een stukje van ons huis. Maar we gaan dat lopend / op de fiets doen. Toch? Ja. Ja. Ga jij fietsen, hè? Ja. Ja. En nou, daar ga ik uiteraard niet filmen, maar dat is heel leuk. Daar gaan we heen. En verder hebben we geen plannen. Dit weekend zullen we wel even iets leuks gaan doen. Omdat wij natuurlijk volgende week een weekje weg zijn. We dachten eigenlijk iets van de kinderboerderij, maar het regent te hard. Dus dat kan niet. Dus dat gaan we nog eens kijken wat we gaan doen. Maar we gaan niets doen. En verder een beetje voorbereiden voor de vakantie. En ja. Ja. En Elin gaat wel lekker even een flesje nemen. Want die geeft er wel plek in. We zijn deels nog gestopt met die 11 uur fles. Maar niet elke dag. Want als we op de 7 uur fles niet heel goed drinken, dan geven we hem wel om 11 uur. Want anders weten we gewoon dat ze 's avonds komt. Dankjewel. Is dit met mijn vitamine taartje? Ja. Vitamine taartje. Ja. Dus nee. Dat wisselt nog een beetje. Ik ga even snel mijn vitamine pillen nemen. En dan ga ik even eten. Want die heeft honger. Ik zal het misschien straks wel even meer over zeggen. Maar goed. Ja, dat je lekker te spelen. Ja. Oh, de staart. Mama. De staart. Ja. Zo. Dan ging je zo doen. Ja, ik dacht dat ik dit keer mocht. Maar jij mocht het de volgende keer. Oh, de volgende keer alweer. Oké. Okay. Wil jij de trein laten draaien? Dat is cool, hè? Dat is cool. Nee, hey. Gedaan. Ja, we dachten dat het nu de volgende keer was. Nee! Oh. Als we op kraamvisite waren, okay. Dan mag je. Moet je op je benen? Sorry. Maakt niet uit. Niels die fietst. We zijn aan de wandel, hè, Elin? Het is hier nu één grote chaos, dus dat kan ik gaan doen. Maar de ervaring leert dat je beter gewoon eerst even lekker op je kont kan zitten en daarna kan gaan opruimen. En dat kan zelfs nog met de kids erbij, want die accepteren als je aan het opruimen bent wel dat je ze niet met ze kan spelen. Als je gewoon even een lekker boekje wil lezen, accepteren ze dat niet. De rest van Niels en melk even in de koelkast. De kraamvisite was leuk. Lief kindje. En het is ook wel leuk, want het is van de zwangerschapsclub van toen ik zwanger was van Niels. Dus die hebben allemaal al een kindje van Niels geleefd. Dus nu waren de grote broer van het babytje. En dan nog een andere. Inmiddels ook grote broer. En dan wij. Dus dat was heel gezellig. Ze spelen nog niet echt samen, maar wel tegelijk. En ja, met het, nou, er is gewoon speelgoed wat leuk is voor kinderen van die leeftijd. Dus het was heel gezellig. En nu ga ik even lekker zitten met thee. Ja, 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 ja. Ja, kom maar met de diertjes dan. Zeg maar wie het allemaal zijn. Nee, we gaan ze gewoon allemaal geven. Oh ja, dat kan ook. Man, lief is thuis. Ik zag geen gezicht. En, geen gezicht? Nee, ik zag geen gezicht. En we eten pasta.
Ik heb net even mijn make-up eraf gehaald en ik ben nu aan de reparatie. De Duplo-trein doet gek. Dus ik ben even aan het kijken. Ik heb nu de batterij eruit gehaald. Maar Sven dacht dat hij er laatst nieuw in had. Sven zei dat hij er laatst nieuw in had gedaan. Dus ja, dat zou het toch bijna niet kunnen zijn. Maar ik denk, ja, misschien zit er weer even een stofje tussen of zo. Ik kan dat proberen. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik zie nu dat ik heel leuk een thee heb gekookt zonder dat het water koken in het stoppenpot zat. Dat ga ik even doen. Het is zaterdag, 8:15. En wij zijn wakker. Zullen gaan douchen, even is al aangekleed. Ik ga zo mijn sportkleren aantrekken. Want zoals elke zaterdag ga ik weer sporten. Niels' sport gaat niet door, maar hij gaat bij zijn beste vriendje spelen waarmee hij normaal altijd sport. Dus dat is gezellig. En het is echt weer takkenweer. Maar op wintersport schijnt de zon. Wat wel resulteert in wat slechtere sneeuw, vermoed ik. Maar goed, er stond nu nog 130 centimeter op de berg en 30 in dal. Dus op zich nog prima. Maar de webcambeelden niet al te florissant. Hey, Mewind. Wat is dat? Dus dat gaan we vandaag doen. Niels gaat nog even met Sven naar de toko. Ik wilde met Niels naar de beep, maar hij vond het maar beter alleen koel gaan. Normaal wilde hij altijd naar de beep, maar nou ja. Hij zei, nee mama, doe jij dat maar even. Oké. Ik weet niet of hij er straks nog zo over denkt, maar het is misschien nog wat veel vandaag. En morgen even iets leuks doen met z'n allen. Maar dat, ja, dat kan eigenlijk altijd alleen maar 's ochtends. En aangezien ik vandaag 's ochtends sport. En normaal Niels natuurlijk ook. Maar aangezien ik vandaag 's ochtends sport is het gewoon niet zo handig. Dus dat doen we morgen. Weet nog niet wat. Als het dit weer is, dan wordt het iets binnen. Maar onze voorkeur heeft. Dus dat zien we nog wel eventjes. En ik wil vandaag of morgen al. Ik heb gisteren vooruit gewerkt voor de site. Maar ik wil nog wel eventjes nog een update opnemen. Die wil ik dan ook nog bewerken. En dan moet ik van de week nog even de vlog van deze week bewerken. En dan hoef ik mijn laptop niet mee te nemen op vakantie. Dat is natuurlijk wel chill. Dus dat wil ik sowieso nog opnemen vandaag of morgen. En mijn haar wassen. Dat is ook wel nodig. En ik wil een beetje kijken wat we allemaal nodig hebben voor de vakantie. Dus dat. Ik zie jullie verder op in de dag. Dit is mijn nieuwe sportoutfit. Allemaal van Hennis. Ik vind deze broek op zich, nou, ik vind hem wel gezellig. Maar het is niet zeg maar per se de meest fantastische broek, vind ik. Maar wat ik heel fijn vind, is dat hij heel hoog zit. Als je het kan zien, maar hij zit echt, nou ja, ongeveer op mijn navel. En daardoor geeft hij heel veel steun aan mijn buikspieren. En dat is eigenlijk het criterium waarop ik deze broek heb. Ik had eerst een paar bij Zalando besteld. Maar was het ook allemaal net niet. En deze, dit is volgens mij een high-waist yoga pants of zoiets. Maar hij zit gewoon super high-waist. En dat geeft gewoon mij net wat meer ondersteuning. Het is eigenlijk alsof je een soort van corrigerend ondergoed aan hebt tijdens het sporten. Maar goed, dat zit natuurlijk niet echt lekker. Maar dit geeft dan gewoon, omdat mijn buikspieren dus niet doen, helpt het mij gewoon heel erg. Dus vandaar dat ik deze ben. Ik filmde uiteindelijk dit shirtje erop. En dan vond ik, we hebben helemaal van roze. Dus ik vond het wel gezellig. Beetje roze lila. Dus ik ga zo sporten. Ik heb geen make-up op uiteraard. Het enige wat ik even op heb is een beetje blush. Van die cream blush. Van Max Factor. Voor een beetje kleur op het gezicht. Want dan ben ik zo bleek. En dan ga ik mij door de regen wanen. Het regent echt hard. Ik heb helemaal geen moeite met regen. Als ik ergens van terugkom, als ik ergens naartoe moet. En zoals nu, ik ga echt geen paraplu meenemen naar de sportschool. Dus dan weet ik gewoon, heb ik zo'n natte broek zo meteen bij sporten. Oh, dat komt niet zo uit. Hè. Ik ben terug van sporten. En ik heb me even opgemaakt. Iets zwaarder, omdat ik dus zo'n video wil opnemen. En dat is wel een beetje weg op beeld. Niet super zwaar, want het is ook gewoon maar, het is niet een...
glamorous video. Nu ga ik even mijn haar doen. Vandaag moet ik eigenlijk ook even doen. Maar aan de andere kant denk ik, kan ook wachten tot wintersport. Eerst eventjes fixing spray, doe ik altijd. Niet eens zozeer om het te fixen, maar wel omdat, of om het te fixeren, maar wel omdat het er gewoon een stuk natuurlijker uitziet als je er een beetje water overheen gooit. De professor is even de boel aan het bestuderen. Het is echt best wel bizar om te bedenken dat Niels rond deze leeftijd, ietsje ouder, dat hij gewoon al kon staan. Hij was ruim 8 maanden toen hij kon staan. Even is nu nog geen 8 maanden, maar toch. Heel gek om te bedenken. En zij... ze probeert wel echt vooruit te komen, ze gaat achteruit, maar dat doet ze wel, dat is wel haar interesse. En staan, ja, vindt ze wel leuk, maar dat is niet, ze vindt het wel leuk als je haar vasthoudt en ze staat, maar het is niet dat ze zichzelf ergens op probeert te trekken, of dat helemaal niet. En zelfs gewoon, zeg maar, zo zitten, dat kon Niels echt al heel vroeg heel goed. Dat we ook dachten, het is jammer dat je zo lang moet wachten met, ja, dat heet er ook op, dat je zo lang moet wachten met het zitje. Het is een beetje rode wangetjes, dus ik heb vrij lang geslapen net. Dus ik hoop niet dat ze ziek wordt. Ze klinkt weer als een, kettingroker naar carnaval, maar ze is wel lekker druk bezig. Goed zo. Hey, wie zijn dat? Oh, dit vond Niels echt het allerleukste onderdeel. Goed zo, open. En dicht. Open. En dicht. Ik heb net een video opgenomen en die ga ik straks bewerken, maar ik ga nu eventjes... lekker zitten. Wij zijn in de bibliotheek. Tja, en waar begin je dan? Hè? Niels heeft al wat uitgezocht, nu ik nog. Wij zijn even bij de piep geweest. Ik ben helemaal verwaaid. Het gaat echt zo hard. Maar goed, we hebben nieuwe boekjes uitgekozen. Wij vinden het altijd heel fijn, want je kan gewoon lekker een beetje roleren met die boekjes. Dus één boek wat ik wel wil gaan bestellen, want het is echt steeds niet te krijgen. Daar, en dat is het grote voorleesboek. Dat heb je dan voor verschillende leeftijden. Maar ik vond die van het grote voorleesboek voor kinderen van 3 jaar, zeg maar, vond ik heel erg leuk. Maar ik denk dat ik dan nu maar die voor 4 jaar gekocht. Want voor die paar maanden is het misschien een beetje zonde om die 3 jaar te doen. Niet dat het dan ineens spontaan niet meer leuk is. Maar ik vond het echt een heel leuk boek. Maar ik denk dat ik die dus gewoon ga bestellen. Want ik vind het echt een superleuk boek. Maar kan dus, ik grijp steeds naast. En er staan gewoon hele leuke, korte en wat langere verhalen in. Maar vooral veel korte. En dat vind ik altijd fijn voor 's avonds, voor naar bed gaan en zo. Heel veel van die voorleesboeken zijn of eindeloos lang. Of ja, echt voor kleine kindjes. Dus nou, dit. Ik zit op de bank met gezouten nootjes en thee. En ik heb net mijn sjaal afgebreid. En nu ga ik hem... aan elkaar maken zodat het een koolsjaal wordt. Ik heb mijn eigen filmpje teruggekeken, want ik dacht, oh ja, hoe deed ik dat afhechten ook alweer? Ik heb ooit 100 jaar geleden, echt, de kwaliteit is echt vreselijk, maar it serves the purpose in hoe je een koolsjaal moet breien. Het is super simpel, alleen ja, je moet het wel even doen. Dus dit wordt hem. Ik zal zo even het eindresultaat laten zien, maar... nou, het is echt heel eenvoudig, maar hij is af. Ik heb hem nu afgehecht en ondertussen zit ik de finale van Hollands Got Talent te kijken.
Sven is op bed gaan liggen, want hij voelde zich niet lekker. Dus ja, het is nu 8:45. Nou, dus ik ga die sjaal eventjes afhechten. Dan heb ik dus een clipje in plaats van een naald, want ik heb geen naald. Tenminste, niet, ik heb wel naalden, maar niet zeg maar waar zo'n dik touw doorheen kan. Ook heb hier aan deze kant trouwens ook nog de kan. Eerst maar zo. Maar het is grappig, het is zo lang geleden dat ik dat filmpje heb opgenomen. Sowieso, als je benieuwd bent naar een jonge versie van mij, kijk dat filmpje. Ik vond het zelf wel grappig om terug te zien. Maar dat is dus echt jaren geleden. En hij is klaar. Heerlijk. Mocht het toch spontaan nog koud worden op de piste, heb ik een sjaal. Ik heb het trouwens gemaakt van wol van de Vibra. Mocht je mijn eerdere vlog niet hebben gezien. Wol, het is geen wol, dat kan ik niet tegen. Het is gewoon katoen, synthetisch, ik weet het niet. Het is iets wat niet kriebelt. En ik heb hem vrij lang gemaakt. Maar dat vind ik lekker. Maar ik heb hem wel redelijk zeg maar strak gedaan. Je kan hem natuurlijk ook veel langer maken. En dat je hem twee keer omstart. Je kan het ook als gewone sjaal maken. Dat kan allemaal. Maar ik vind dit wel fijn voor de windsport. Ja, dus dat. Mijn sjaal. En ik zie jullie morgen weer. Oh. Het is een paar minuten later dan net. Maar ik ga nog even lekker. Misschien nog even een serietje of zo kijken. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zondag. En... kijk eens mama. Wat is er? Oh, nou dan wassen we er zo wel af. Ik moet mijn vinger kijken. Ja, wij zijn wakker en hebben ontbeten. Kijk, kan je ook een heel grote nul maken? Ben je een grote nul aan het maken? Goed zo. Kan jij dat ook? Ik kan het ook wel, ja. Ik heb een... Jij moet zeggen dat ik een ring heb gemaakt. En ik moet zeggen dat ik een adventure heb gemaakt. Goed? Goed. Oké. Hey. Een adventure. Oh, een adventure. Zal ik hem achteraf halen? Ja. Ik ben Eden even een fruithapje aan het geven. Oh, kijk eens. Oh, nou dan moet ik die straks even met plakband maken. Dan heb ik hem nog. Hier, voor je snottenmelk. Lekker natte. Nou, maar voor je snottenmelk kan het wel. Ik pak zo natte voor je mond. Wij gaan straks naar de pretfabriek. Ja. Toch? Ja. Daar zijn we nog nooit geweest, maar het schijnt leuk te zijn. In Woerden. Dan ga ik nooit meer dit maken. Jawel, ik kan dat zo voor jou maken, lieverd. Daarom, met mijn gereedschap. Met je gereedschap, ja. Nou, dat kunnen we proberen. Dan moet ik nu even doen. Oké. Anders gaat het nog. Lekker begin van de dag. Bijzonder goede burger. We hebben een heerlijke nacht gehad. Ze hebben allebei geen kick gegeven, althans dat denk ik, want ik heb er niks van gemerkt. Maar ik lag echt in diepe slaap. Echt heel veel gedroomd ook. Zo het laatste stuk van de nacht. Maar we proberen haar iets eerder fruit te geven, iets eerder in bed te leggen. Zodat we op tijd naar de pretfabriek. Ik zit te denken, hoe, dat is misschien wel een beetje ver. Misschien wordt het gewoon Monkey Town. Iets in die richting. Het is namelijk nog steeds takkenweer. En aangezien dit het laatste weekenddagje is dat wij nog niet op vakantie zijn, vonden we het wel leuk om nog even iets leuks op de kids.
En dan vallen alle buitenactiviteiten af, zoals speeltuinen, bossen, dat soort dingen. En ja, ik dacht wel, het is wel even leuk iets doen wat hij in ieder geval echt geweldig vindt. En dat is zoiets. Dus dat gaan wij doen. Dit vind ik al zo heerlijk. Die voetjes. Veel spanning in haar lijf. Ja, ga je het allemaal meenemen? Ja, deze wil je ook wel, hè? Ik maak even appeltjes voor mee. Voor Niels en voor mij. En voor Eden heb ik een broodje gemaakt. En een fles mee. En één ligt nu te slapen en daarna gaan we. Dit liedje doet me altijd denken aan toen ik mijn eerste eigen huisje had. En dan gingen we daar klussen en we draaiden. Dan had ik die cd van Lily Allen, dan heb ik altijd heel hard aanstaan. Ik moet altijd aan denken. Goed, dus ja. Ik ga even verder wat spulletjes verzamelen. Ach, de Backstreet Boys. Wij zitten in de auto naar het prachtige Woerden. We hadden het net over dat we er volgens mij allebei nog nooit geweest zijn. Daar gaan we naar de pretfabriek. Het is inmiddels bijna 11 uur, want Eden die had in de dag te slapen. Maar ja, nu gaan we daarheen. Ik ben heel benieuwd. Eden zit er zo lopen. Wij zijn weer terug. Ik heb volgens mij heel weinig gefilmd, maar het was wel heel gezellig. Ik heb wel een aantal dingen op Instagram, op Insta Stories en zo gedaan. Maar en die camera zat in de tas. En als je aan het klauteren bent, heb je natuurlijk die camera niet bij je. En voorheen kon je dan met z'n tweeën. Maar die ander zit natuurlijk sowieso bij Elin. Dus, de kids. Elin is net wakker. Ik ga nu Niels wakker maken. En rammen we hier even lekker aan het rauzen. Tim is met wat konijn te rammen. Dit is een huis gebouwd. En een schip. Leuk, dat was hartstikke leuk. Ik vond het zo leuk. Alleen een hartstikke leuk. Ja. Dit is even aan het drinken. Ik mag dat allemaal gaan doen. Yes. De kinderen liggen net op bed. En ik ga nu de stapelwas doen. Met z'n boes. Het is toch hilarisch. Ik blijf het echt een schattig vinden. Kijk. Oh, dan staat dus ook echt met die pootjes staat dan in dat gleufje zo. Ja, ja. Goed, het is gewoon die arbeid. Ik heb weer gebakken. Dit zijn weer die van Liesel Jane met chocola en blauwe bessen. Maar dan gezond, ik vond het wel zacht op. En de een is van dikker dan de andere geworden, maar ze zien er echt lekker uit. Ik was een beetje bang, dus de textuur was een beetje gek, maar goed, ik ben benieuwd. Deze is voor morgen. En verder heb ik morgen dan even mijn stommeltje laten zien. Heb ik in de koelkast. Energy balls, maar ik heb deze een beetje plat gedrukt. En dan heb ik volkoren boterhammen en komkommer en tomaat voor erop. En dan heb ik hier
peper en zout in. En dan doe ik dus deze erbij. Dat is een beetje groot. Nou ja, dat komt zo wel. En dat neem ik dan mee. En de rest bewaar ik in de koelkast. Deze ga ik denk ik even in een apart zakje doen. En ik wilde hier nog... ik wilde ook nog een appel meenemen. Misschien dat ik gewoon een banaan doe hierin. Want ik heb nog bananen over. Dat ga ik doen. Nou, de bananen heb ik even een beetje zo gedaan. Hoppatee. En ik twijfel of ik nog wat nootjes of olijfjes meenemen. Maar... past het er allemaal nog bij? Ook allemaal losse nootjes erin gooien. Oh nee, ik hoef niet, ben ik niet een hele dag. Nee, hoef niet. Oké. Ik ga de vlog afsluiten. Ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En volgende week vakantievlog. Dus ik denk dat ik dan 2 keer een halve week vlog of zoiets. Ik neem jullie in ieder geval mee naar... onze vakantie in Frankrijk. Dus ja, ik zie jullie heel graag volgende week.